Roger, clear for takeoff, 2-4, Transavia 28 Alpha. De 25-jarige Erikert Groesbeek wil graag meer vrienden en hoopt meer contacten op te doen. Hij zoekt in het dagelijks leven afleiding door af en toe de wereld rond te vliegen. Het geluid. Het geluid, dat wordt tegenwoordig wel steeds minder. Dus dat is jammer. Maar ook toch een beetje de magie. Ja, hoe kan een vliegtuig van zoveel tonnen de lucht inkomen? En ik snap wel dat het natuurkundige gedoe, daar ben ik dan niet zo goed in. Maar ik blijf het fascinerend vinden. En dan heb je een vrachtvlucht van Amsterdam naar Chicago. En die zit al vol met brandstof. En er zitten gewoon nog eens zoveel tonnen bloemen en paarden en weet ik wat aan boord. En dan sta je echt langs de baan van hoe? En dan hoor je motoren bilderen. Ja, dat is wel fantastisch. Het is net echt? Ja. Hoofddorp. Waar ga je naartoe? Barcelona. Na de eerste keer dat ik dat ging doen, stond ik echt te shaken. Ik vond het zo geweldig dat je echt als kind in een snoepwinkel. Tegenwoordig ga ik ook niet meer zo heel veel naar Schiphol toe. Ik heb dat een beetje gezien. Maar toch nog wel, als ik er sta, dan heb ik wel echt van, oh vet, yes. Ik zag een artikel van Omroep Gelderland op Facebook. Van, ik ben zijn naam even kwijt. Kevin, kan dat? Ja. Ook over wat ook weer over eenzaamheid onder jongeren ging. Iets wat de laatste tijd heel erg speelt en waarvan ik mezelf ook echt herkende. Dus ik denk dan met een bepaalde verstandshouding van ja, weet je wie niet waagt, wie niet wint. Ik ga ook eens een berichtje sturen, wie weet, kunt ze iets voor mij betekenen. En zo zijn we hier terechtgekomen. Wat zou jij graag willen? Meer sociale contacten. Ik heb wel enkele vrienden, waaronder één mijn beste vriend is. En dat is ook fijn om dat te hebben, maar je mist dan toch af en toe ook dingen om mee samen te schilderen of met de hobbyën, noem maar op. Nou, dat zou ik wel heel leuk vinden als ik zoiets zou kunnen, erbij zou kunnen hebben. Ja, Erik dus, 25 jaar. Heb verpleegkundige gestudeerd. Laatste jaar mee moeten stoppen, omdat ik last kreeg van bepaalde problematiek. Toen heb ik eerst een jaartje even thuis gezeten. Echt kijken van wat is nou met mijn hand, hoe ga ik ermee om. Uiteindelijk op het punt waar ik dan nu zit, in mijn dagbesteding wel te doen. Maar dan ook aan het opbouwen, aan het herstellen zijn van alles wat er is gebeurd. Om uiteindelijk weer een studie, circu baan te gaan vinden. Dan gaat het steeds beter. Dus jij was ook al wat ouder toen je erachter kwam dat je autisme hebt? Ja, ik was een jaar of 20, 21. Ja. Is dat gek om dat te ontdekken bij jezelf? Ja, dat is heel raar. Ja, en lijkt ook wel, verleek ook wel toen dat alle puzzelstukjes op hun plek vielen. Dan ga je een beetje hetzelfde als met Wie is de Mol. Ja, de mol is bekend, oh, maar dit en dat. Werkte dat ook wel een beetje bij mij. Had je geen idee? Nee. Het is nooit eerder bij me naar boven gekomen van, hé, misschien ben ik een autist. Om het even plat te zeggen. Nee. Ik heb als hobby's het schilderen heel erg. Muziek luisteren. Ik heb daar mijn platenspeler staan. Ik heb de vliegtuigen is een enorm hobby voor mij. Ik doe ook veel aan vluchtsimulatie op mijn computer. En ik ben graag buiten als het een beetje weer is. Niet zoals vandaag. Mensen beschrijven mij vaak als een sociaal, empathisch iemand. En dat doet mij altijd goed. Als ik dat hoor van mensen en dan zeg ze het voor de duizendste keer, het voelt toch altijd fijn. Mijn brandstof die ik aan de gate in Schiphol heb is 6.632 kilo. Dan heb je de route die ik vlieg. En dan zie je dus hier de PPG. Dat is boven de stad Perpignan, Zuid-Frankrijk, grens met Spanje. Oké, Roger, Amsterdam departure over de Amsterdam radar 12575. Dankjewel en nog een hele fijne middag, meneer. Wil je reageren? Gelderlandhelpt.nl